Ik val maar gelijk met de deur in huis. Als je sommige politici moet geloven, dan hebben we de beste zorg van Europa. Of zelfs de wereld. De ongemakkelijke waarheid is echter dat dit helaas niet zo is. Ik durf zelfs te stellen dat als we zo doorgaan, het onhoudbaar is. Het goede nieuws, een jaar geleden hebben 13 partijen afspraken gemaakt. Om samen de kwaliteit, toegankelijkheid en houdbaarheid van de zorg te verbeteren. De eerste stap voorwaarts is daarmee dus gezet. Maar D66 wil meer en sneller stappen zetten om de problemen in de zorg nu echt aan te pakken. Dat betekent allereerst dat de zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te veel mensen hebben moeite met het vinden van een huisarts, terwijl de huisarts het fundament is van onze zorg. Zij stellen de eerste diagnose en kunnen je doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Als toegang tot de huisarts ontbreekt, komen veel mensen vaak op de verkeerde plek terecht. En dat is niet alleen vervelend voor die mensen, die dus niet de juiste zorg krijgen, maar ook wordt zo een plek bezet van iemand die deze zorg juist hard nodig heeft. En dat moet echt anders. Wij willen de toegankelijkheid van de zorg verbeteren door de huisartsen te versterken. Ten tweede moet de kwaliteit van de zorg omhoog. Een schrijnend voorbeeld en de grootste nachtmerrie van iedere ouder: de verdrietige sterfte van je kind vlak voor of na de geboorte. Je zou hopen dat dit bijna nergens in Europa zo weinig voorkomt als hier. Want hier in Nederland hebben we toch de beste zorg? Niets is minder waar, helaas. In IJsland bijvoorbeeld is de kans dat je pasgeboren kindje vroegtijdig sterft bijna 2 keer zo laag. En dat ligt, voor de duidelijkheid, niet aan onze professionals die dag en nacht keihard werken in de zorg. Het ligt aan hoe we het systeem in ons land hebben georganiseerd. Zorgaanbieders werken te weinig samen en belangrijke informatie wordt niet met elkaar gedeeld. Wij willen dat de samenwerking de norm wordt tussen de zorgprofessionals, in plaats van concurrentie. Zodat een patiënt echt centraal komt te staan. Ten derde, door digitalisering de zorg persoonlijker en beter maken. Grote kans dat jij iemand kent die werkt in de zorg. Op dit moment werkt namelijk 1 op de 6 mensen in de zorg. Ter vergelijking, 1 op de 50 mensen werkt in het basisonderwijs. Als we zo doorgaan, dan hebben we de komende jaren alleen maar meer mensen nodig in de zorg. In 2030 werkt dan 1 op de 5 mensen in de zorg en in 2040 zelfs 1 op de 4. Deze mensen kunnen dan dus niet werken in het onderwijs of bijvoorbeeld helpen bij de klimaattransitie. En dat is gewoon niet houdbaar. Laat staan betaalbaar. Je merkt dit zelf ook in je portemonnee door een steeds duurdere zorgpremie. Hoe gaan we hier wat aan doen? Makkelijk en snel gegevens uitwisselen tussen zorgverleners, zodat zorgmedewerkers meer tijd hebben voor een patiënt. Of bijvoorbeeld 1 persoonlijke digitale gezondheidsomgeving met al jouw medische gegevens bij elkaar. Zodat de zorgmedewerkers dit niet zelf hoeven op te vragen bij tal van instanties. Wij willen juist in de zorg digitalisering beter benutten. Op die manier wordt zorg persoonlijker en beter en besparen we waardevolle tijd van de zorgmedewerker. De eerste stappen zijn dus gezet. Ik zie overal in het land gedreven professionals werken aan de zorg van de toekomst. Prachtige voorbeelden van hoe door samenwerking en inzet van digitalisering de zorg aanzienlijk verbeterd kan worden. Maar nu achteroverleunen is absoluut geen optie. Sterker nog, we moeten juist nu versnellen. En laat D66 daar nou juist de plannen voor hebben.